Yo mensen, hier ben ik weer met een nieuwe video van mij, Warco, oftewel Wart. En vandaag ben ik terug in de Minecraft Survival wereld. Ik heb gisteren de video gemaakt met Rune. En na die video heb ik ook een video gemaakt zonder Rune. Maar de bestanden van de video die ik toen heb gemaakt, alleen, die zijn verloren geraakt. Dus heb ik heel veel progress gemaakt. En is er niks van beeld. Dus ik ga jullie nu uitleggen wat ik allemaal heb gedaan. En voor te beginnen is mijn hond. Die is gestorven helaas. Ik was aan het mijnen in de ravine. Oh, dit mag ik nu... Ik was aan het mijnen in de ravine bij de village. En hij is naar beneden gevallen. En het doet wel heel veel pijn in mijn hart om dit te zeggen. Maar... rest in pepperoni pizza's. Hij gaat ooit nog een graf krijgen, misschien, als ik daaraan denk. Ik heb dus ook ondertussen een plan bedacht van wanneer ik Minecraft-video's ga maken. Ik ga elke week 2 Minecraft-video's, 2 Minecraft Survival-video's online plaatsen. Telkens 1 met Rune en 1 zonder Rune. Dan ga ik een klein beetje sneller vooruit gaan als Rune. Maar Rune kan dan natuurlijk wel ook op mij bouwen. Voor zelf ook sneller beter te worden, zeg maar. Ik ga verdrinken. Oké. Wat is er gisteren allemaal gebeurd? Mijn PlayStation heeft mijn bestanden niet opgeslagen. Daar kunnen we mee beginnen. En dit is gebeurd. Wajo, dikke vooruitgang. Ik heb hier de mijn heel breed gemaakt. Allee, 3 breed. En we gaan zelfs ook naar beneden. En ik heb daar een kooitje op gemaakt. Ik heb ook al best veel gemijnd en best veel gekregen, zoals je hier ziet. Dan heb ik hier een farmpie gemaakt met van deze dingen. Die gebruik ik om te eten, maar ook vooral als defense. Want als je daarin loopt, auw, dan krijg je damage. Dus ik heb er 2 rijen rond mijn huis. En hier vanachter staat het helemaal vol. Dus daar gaan ze niet geraken. Dat is vooral zodat ik gewoon lekker snel kan slapen zonder dat iemand mij moeilijk doet. Ik heb ook het hekje hier verplaatst door een gat. Omdat het hekje daar nodig was. En ook bij de farm, die ga ik zelfs laten zien. Maar ik heb dus al best wel schapies. Ik heb ook andere kleuren schapies. Ik heb ook 3 varkens. Ik heb geen wortels, dus ik heb die niet kunnen breeden. Ik heb die gewoon daarin. Dan gaan we nu eventjes in het huisje, want daar is ook wel wat veranderd. Ik heb de chest verplaatst en zo gemaakt. Ik heb meer chests. En ik weet niet, ik denk dat die grond nog niet was. En ja, en ik heb ook al die dingen dat Rune hier had geplaatst, heb ik in deze chest gedaan. Die ga ik later allemaal nog... Dat was niet alles, denk ik. Nee, dat was totaal niet alles. Alles zit zo'n beetje verspreid in de chest. Het is nog niet helemaal geordend. Maar ik heb natuurlijk ook, dat is ook heel duidelijk, een dakje gezet op mijn huisje. En het ziet er wel mooi uit, vind ik zelf. Ik heb ook van deze lantaarnpaaltjes overal gezet, zodat ik heel veel licht heb, zodat er vrij weinig spant. Dan gaan we nu naar de overkant hier, waar ik mijn farm heb gezet, die ondertussen al best groot is. Voor de helft patatten. Hier zijn patatten, die ik trouwens wel kan oogsten. Die kan ik oogsten, die kan ik oogsten, die kan ik oogsten, die. En aan de andere helft staat natuurlijk gewoon wiet. Je weet wat voor soort wiet. Hè. Niet het echte soort wiet of zo. Hè. Ik heb geen wiet of zo. Hallo. Bijna vol, bijna vol. Maar hier staat dus allemaal wiet. En die ga ik nog niet wegdoen, ja, want daar heb ik geen zin in. Is er nog iets te vertellen? Ik denk het persoonlijk niet. Ik weet het eigenlijk niet. Ik heb ook een klein beetje meer bos geplant. En ik heb dit een klein beetje veranderd. Zodat het er een beetje mooier uitziet. Ik heb ook glas in mijn huis. Maar wajo, er is zoveel veranderd. Dat is echt heel raar. Er is echt heel veel veranderd. Echt gewoon
dit huis stond er gewoon echt twee hoog of zo in de vorige video dat jullie hebben gezien. Nu is dat dit. Dat is zo spijtig dat ik gewoon die video gewoon kwijt ben. Want ik had het opgeslagen en toen ging het editen en toen stond het er niet. Dus ja. Ik ga nu eventjes... ik moet jullie die loot nog laten zien. Ik heb dus een trident. Die heb ik gekregen van een van de drowns die hier... aan het zwemmen was. Ik had die doodgemaakt en toen had ik zijn ding gekregen. En ik heb best veel houten dingen. Best wel bogen ook eigenlijk. Dit is zo'n beetje al mijn loot. Ik heb ook heel veel gouden armor. Eerst had ik zo een gouden helm. En dat had ik van Rune gekregen, die Iron Boots. En daarna had ik zo één zombie of zo gekillt met zo een full golden dingen. En ik had daar drie dingen van gekregen die echt in best goede conditie waren. Dus dat is wel chill. Ik heb ook een rotte patat gekregen van mijn farm. Ik weet niet waarom dat die rot was, maar ja. En zoals je ziet is het over het algemeen best goed belicht. Hier is nog een klein puntje. Daar, Maar over het algemeen is het best goed belicht. Rune gaat minder snel vooruit natuurlijk. Hè. Ik ga nu heel eventjes... Hoeveel dingen heb je nodig voor full iron? Ik ga gewoon jolo. Gewoon volledig jolo. Eerst wel even slapen. Zonder hondje bij mij. Dat is wel. Ik had dat al verteld van Runa. Maar ja, dus er komt dus elke week. Ik wil iron armor maken. Bam bam. Bam bam. Zo. Ik heb iron. Waarom doet hij dat niet aan? Dankjewel. Zo. Wajo. Wajo. Kom met me, bruh. Ik moet nog altijd diamonds vinden. Dat heb ik nog altijd niet gevonden. Maar ik heb wel full iron. Dus Maar nu krijg ik normaal ook geen damage meer. Oh, joh. Maar minder. Doet dat... Oeh, dat doet vrij veel damage. Maar dus elke even video dat online komt, zal met mij alleen zijn. Dus als je video's wilt met mij alleen, zonder Rune, dan moet je elke even video kijken. Dus 2 en 4 en 6 en zo verder. En de oneven, dat zal dan met Rune zijn. Dus de 1, de 3, de 5, dat zal allemaal met Rune zijn. Dus best logisch eigenlijk. Maar ja, voor de mensen die niet zo slim zijn. Die worden ook gesupport op mijn kanaal natuurlijk. Als jij niet zo slim bent, abonneer dan nu op deze video. Abonneer op deze video, tuurlijk man. dit is Rune zijn huisje. Hij heeft echt een veel te groot huisje. Rune, als je deze video ziet... het had slimmer geweest als je eerst had begonnen met... Oh, trident, man. Krijg ik van jou ook een trident. Au. Ja, ik krijg nog een trident. Yes, woehoe. Trident op film gekregen, bajo. mijn huisje is al klaar. Maar bij Rune gaat dat nog vrij lang duren, omdat hij zo'n groot huis heeft. En ik ga hier ook niet voor altijd wonen. Want in de volgende video met Rune ga ik een beetje ontdekkingstochten doen. En ik ben van plan voorbij de village te gaan, richting Dara. Om daar een beetje te ontdekken. Want ik wil heel graag in een jungle gaan wonen, omdat daar het gras echt heel mooi is. Dan kan ik alle bomen omhakken, want die bomen die moet ik eigenlijk niet hebben. Dat is misschien niet zo heel goed voor de natuur of zo. Maar ja, het is Minecraft, hè. Maakt niet uit. Dat was niet de bedoeling.
Maar ik wil dus heel graag in een jungle gaan wonen voor het mooie groene gras. En ik denk dat daar ergens nog wel jungle moet zijn. Dus dat gaan wij in de volgende video met Rune gaan we even... ja, we gaan gewoon even een beetje ontdekken, ja. Dat heb ik ook in die video uitgelegd. Ja, dat gingen we nog doen. Ja, oké. Ik heb dus ook in die video uitgelegd dat volledig weg is. Hoe dat het systeem van de mijn hier beneden werkt. Maar dat ben ik dus volledig... Wajow, maar dat is echt raar als je zo'n video volledig kwijt zet. Want je denkt dat je iets hebt gedaan, maar je hebt dat eigenlijk niet gedaan. Dus hier hebben we twee grotere kamers. Hier komen, zeg maar... bijvoorbeeld hier een chest room en hier een enchanting room of zoiets. Ik weet nog niet precies. Maar dat soort dingen. Hier heb ik al zitten mijnen. Maar kijk, dus het systeem is... Hieronder heb ik mijngangen. En hierboven heb ik mijngangen. En als je hierdoor mijnt... Hierdoor zie je eigenlijk vier hoogtes. Je rekent vooral in de hoogte. Je ziet dat boven u. Je ziet dat aan uw zijkanten. En je ziet dat onder u. En dat is dus van 12, 11... 10 en 9. En als je dan hier komt, dan zie je hier boven nu zie je 8, 7, 6, 5. En van 5 tot 12 spannen de meeste diamanten. Dus met andere woorden, als ik hier de hele tijd ga minen op deze hoogtes, dan ga ik zo weinig mogelijk minen, maar toch zoveel mogelijk grond openleggen, zeg maar. Oh, ik heb hier nog iron gemist. Oh. Ik ga dat niet met een hoe doen. Dat is niet zo slim. Iron is natuurlijk altijd welkom. Zo. Oh. Zo, perfect. En dus het is niet hier gedaan, zeg maar. Kut. Ik ga gewoon dit al een beetje open doen. Want ik ga hier eigenlijk een hele lange tunnel maken. Zo. Perfect. Perfect. Ik ga hier een hele lange tunnel maken. Dit gaat echt gewoon tot in het oneindige door blijven gaan. En dan kan ik telkens zo... Bijvoorbeeld telkens 100 blokken naar buiten gaan. Dan heb ik eigenlijk echt gewoon... Ja, dan heb ik zo een hele grote oppervlakte eigenlijk uitgekamd. En dan weet ik zeker dat daar telkens geen diamanten zitten. Dus dat is de efficiëntste manier van het minen, volgens mij. Het kan zijn dat er efficiëntere manieren zijn. Maar ja. Dus daarbij ga ik het laten. Dit is normaal zo een video van ongeveer een kwartiertje of zo. Misschien iets minder. Ja, zo lang wil ik ongeveer de video's maken. Kwartiertje, 20 minuten. Misschien soms wel langer. Met Rune gaat het waarschijnlijk meestal langer zijn. Omdat ik daar moeilijker kan knippen. Bij dit soort video's, zeker zoals vandaag, kan ik helemaal niet knippen. Maar omdat ik zoveel praat. Ik praat er gewoon de hele tijd tussendoor. Zodat jullie zeg maar het snappen. Dus ik kan dat niet eruit knippen. Het ding dan is... dat ik langere video's heb, maar als ik zo'n praatvideo's doe als vandaag, dan heb ik meestal minder lange video's, omdat ik het niet doe, zeg maar. Omdat ik gewoon laat zien, want kijk, dit heb ik gedaan, dit heb ik gedaan, dit heb ik gedaan. En dan heb je, ja, dan heb je veel korter video's. Dus ik ga het ongeveer zoals nu houden, kwartiertje. 20 minuutjes. En mijn Rune zal het altijd wel langer zijn. Maar ja. So be it. Ook een rauw konijntje opeten. Very nice. En ja, bedankt voor het kijken naar deze video. Het is wel een beetje meer een uitlegvideo natuurlijk. Ah ja, ik wou dat eigenlijk ook nog zeggen. Want zoals je weet, in deze updates zijn er heel veel van deze reizigerslama's. En die reizigers die sterven altijd in dat water, omdat die gewoon niet zo slim zijn. Maar die lama's die zijn wel slim. Maar daardoor krijg ik altijd die hun leads. En dat is heel handig. Want op dit moment heb ik 4 leads. En dat is
Waarmee ik al die varkens binnen heb gekregen, want je kunt die niet echt... Allee, duwen is dat echt gewoon heel moeilijk, omdat die de hele tijd tegenstribbelen. En ik heb geen carrots op dit moment, dus lokken gaat ook niet. Dus ja, ik heb trouwens hier gegraven voor sand, daarom dat hier een beetje er raar uitziet. Maar dat ga ik ook nog wel fixen. Maar bedankt voor het kijken naar deze video. Hopelijk vonden jullie hem leuk. Ik vond hem zeer leuk. Gewoon even uitleggen. Het is niet veel werk dat ik moet doen. Hè. Dat is ook nog in die vorige video. Jullie hebben nog helemaal de village niet eens gezien. Denk ik. Zou dat kunnen? Ik denk het wel. Ik denk dat jullie de village nog niet hebben gezien. Jullie zijn waarschijnlijk op dit moment zo aan het denken van, what the fuck? Maar ik denk dat ik de village nog niet heb laten zien. En ik heb ook deze iron... Deze water bucket heb ik ook in de... Oh, maar dat is zo... Dat is echt... Als je ooit YouTuber wordt of zo, of je bent YouTuber, dan... En je raakt video's kwijt, dat is echt... Echt heel raar. Want je moet ook... Ik heb nu ook echt die andere video, die is nu net geëdit, die... Heb ik echt al 20 keer gekeken van hoe zag dit eruit, wat zijn de verschillen. Maar dat is echt moeilijk om te zien van wat ik in die video heb gedaan en wat jullie dus weten en wat jullie niet weten, omdat ik het in de video dat er niet meer is heb gedaan. Heb ik toevallig... Oh, dat heb ik ook van die en andere gekregen. Ik heb geen botjes bij. Maar hier zijn allemaal wolfies, dat is wel handig. Daar kun je zo'n wolvenleger mee maken. Oké, ik ga jullie eventjes rondleiden. Nee, ik heb toevallig... Oh, ik heb wel eten. Perfect. Die sweetberries, daar leef ik eigenlijk op. Omdat ik daar een farm van heb. En ik krijg daar veel van. Dus ja. Ook al doet dat maar één dingetje erbij. Maar dat is gewoon... Ja, dat is gewoon heel chill. Omdat ik eigenlijk niks anders heb. Dus dit is de farm. Die ziet er een beetje raar uit, vind ik persoonlijk. Maar ja... it is what it is. Ah ja, hier in deze ravijn is mijn hond gestorven. Ik was daar aan het mijnen, daar ergens, en toen is mijn hond beneden gevallen. Hier hebben we een huisje. Hier hebben we een huisje. Een cartographer huisje. Alles is grotendeels geloot door runen. Runen, als in het meervoud van runen. Sowieso. Hier lopen nog best veel katjes rond. Hier hebben we nog een paar huisjes. Hier hebben we zeg maar de main street, zeg maar. Hier hebben we een berg die er doorloopt. Very handig altijd. Perfect. Hier hebben we het put. En ja, dat is het ongeveer wel. Ah ja, wacht, we hebben daar nog het grote stukje. Auw. Is hier iemand? Nee. Oké. Hier is nog een huisje. En hier is nog dat. Dus, Oké, nu heb ik alles gedaan. Ik denk het wel. Ik denk het wel, ja. Dus bedankt. Oh, ik krijg hier niet op. Waarschijnlijk heeft... Ah ja, wacht. Ik heb die ladder gestolen. Voorbij mijn schapen en mijn varkens. Daar is nog veel iron. Ik ben echt de hele tijd afgeleid. Bedankt voor het kijken naar deze video. Hopelijk vonden jullie hem leuk. Ik vond hem zelf heel leuk. Tot de volgende video. Met Rune dan weer. Kut! Sterf! Maar...